Op 9 juni gaan we allemaal stemmen. En als je tussen de 16 en 23 bent, dan ben jij één van de 1 miljoen Belgen die dat voor het eerst moeten doen. Weet je al voor wie je gaat stemmen en hoe bereid je jou voor? Welkom bij deze specialreeks van de nieuwspodcast Snapt je mij nu? Ik ben Aurélie Bouffé en ik ga babbelen met bekende koppies over de eerste keer stemmen. Vandaag Anna-Livia Smekens en Bert De Kock. Hallo. Koekoek. Welkom bij mij thuis voor de verandering. Welkom op mijn tapijt. Ja, schoon wel, hè? Zitten jullie goed? Ja, ik zit goed. Ik moet wel zeggen dat ik teleurgesteld ben dat de kat zich niet aan mijn voeten komt leggen. Ah ja, waar inderdaad. Waar is de kat? Ja, waar is de kat? Is de kat in de room? Of hebben we de kat buiten gesloten? Je hebt die toch niet... Nee. Maar ja, we hebben ze Maar allee! Dat meent jij niet. Gaar me maar... Ik mag haar even troosten. Het is geen lief. Oh, baby. Baby, het is allemaal dankzij mij. Wat? En mij? En jij. Voor de luisteraars die dit niet zien... Er loopt dus een kat rond, mijn kat Thelma, en het zou kunnen dat hij af en toe een beetje lawaai komt maken. Ja, tenzij ze opgesloten zit op het balkon. Back to business. Ja. Anna-Livia en Bert, willen jullie jezelf eens even voorstellen voordat we beginnen? Anna-Livia. Ja, ik ben Anna-Livia. Ik woon momenteel in Brussel, studeer eigenlijk niet meer. Ik ben mijn thesis aan het indienen. Kunstwetenschapper en archeologie. En op sociale media doe ik een beetje van alles. En... Ik kan daar moeilijke stickers op plakken. Ja. Content creator? Ja, ja, sowieso. Ik dacht dat we allemaal content... Ja, tuurlijk. We zijn influencers. Wat ben jij? Jij bent de VRT gezegd, natuurlijk. Ik heb een programmaatje voor VRT Max genaamd Make-up Date. Jazeker, seizoen 2 zit er net op. Dus ja, dat doe ik. Dat heb ik gedaan. Je bent big on TikTok. Ah, ja. Ja, op TikTok ben ik ook ditjes en tatjes aan het doen, altijd al 4 jaar lang of zo. Ook dingetjes aan het doen. Ja, ook wat content aan het maken eigenlijk. De onnozelaar uithangen online zeker. Gewoon omdat ik niet wist wat ik moest doen in mijn leven op het moment. En nu is dat zo wel ontploft. En kijk, hier zijn wij. Hier zitten we dan bij VRT Nieuws podcast. Ja. We gaan toch even praten over politiek samen. Super. En ik ga beginnen met een paar vraagjes, een paar ijsbrekers. De eerste is, met welke politicus wil jij op café? Eigenlijk wil ik met geen enkele politieker op café gaan. Omdat op café leert je de mensen heel goed kennen en hoe ze zijn. En kunnen ze charmant zijn en laten ze hun charisma zien en voelen. Maar eigenlijk vind ik dat zo wat dubbel. Omdat ik denk van, nee, maar ja, ik kan een persoon graag hebben, maar dat wil niet zeggen dat die hun standpunten of die hun... waar zij geloven, hoe dat het land er moet uitzien of Vlaanderen moet eruit zien en zo, dat dat ook iets is waar dat ik achter sta of zo. Dus ik dacht... Dus jij wilt de mensen eigenlijk niet leren kennen? Nee, ik wil vooral weten waarvoor ze staan, maar ik denk dat dat ook perfect gewoon online kan te zien zijn, ook in de dingen dat ze al hebben gedaan, waar ze achter staan, op welke wetten dat ze al hebben gestemd of tegen hebben gestemd. En daaraan zie ik van, ah ja, jij zei... Dat wilt jij doen op vlak van politiek. Maar aan de andere kant wil ik... Want dan heb ik er nog over nagedacht. Dan dacht ik van... Eigenlijk wil ik met iedereen op café gaan, zodat ik ze allemaal eens kan zatvoeren, om dan eens te horen... Wat die echt denken. Want dat hebben we ook in het verleden nu al gezien. Dat blijkbaar mensen niet altijd even oprecht zijn in de politiek. Dus dan denk ik van... Laat ons dat eens met elke politicus doen. Naar wie ben je het meest benieuwd als je één iemand moest kiezen? Misschien is Petra de Sutter of zo? Petra de Sutter. Want die is heel correct zo. En ik hoor die graag praten. Maar ik denk zo maar wacht... Is er geen noek af? Kom, drink eens. Ja, Anna-Livia? Benoit Lucien van de CDH. Dat is nu Les Engagés. Hij is lang voorzitter geweest. En eigenlijk omdat hij de enige, voor zover ik weet, voorzitter is geweest van een partij zonder hoger diploma. En ik vind dat heel boeiend, hoe je puur zo met engagement en zo ergens wel kan geraken. Ja, en ik vind sowieso, een volksvertegenwoordiger zou eigenlijk alle lagen van de maatschappij wel moeten vertegenwoordigen. Dan heb je wel als je dat in de weegschaal legt, universitaire diploma's zijn echt wel de meerderheid. Ja. Als je één wet kon veranderen, of invoeren of afvoeren, welke zou dat zijn? Heb het even... Niet serieus zou ik al meteen zeggen, mensen die spuwen op straat, stop ermee. Verboden, boete. Ik vind alles daaraan, de opbouw, alles. En dan passeerde daar, want dat is dan voor u, en dan zie je daar zo'n kwak slijm liggen. Nee, doe het niet meer, jongens. En daarom verbiedt het gewoon. Okay. Dus dat zou ik willen invoeren. Ook iets wat ik nog altijd zie, waar ik mij altijd zo wat ongemakkelijk bij voel, is... Politiepaarden. Ik weet dat dat is voor mobiliteit en zo, makkelijk ergens tussen te geraken en imposant te blijven, maar dan denk ik van, dat moet niet ten koste gaan van een ander levend wezen of zo. En jij, Anna-Livia? Oké, ik heb ook wel een mooie balans. Oh. Mijn niet serieuze, maar wel een beetje serieuze is... ik wil het verbieden dat mensen hun tassen naast hun zetten op het openbaar vervoer. Ja, dat is geen mens. Snap je? Dat mag op de grond. Slijtage is mooi. Sorry, ik kan dat niet aan. Ik vind dat echt... Nee, ik kan dat niet. Maar de serieuze... is het herzien van euthanasie bij psychisch lijden. Ik had een vriendin die in zo'n proces zat en dat is uiteindelijk afgekeurd. En she's not here anymore, maar dus niet op die manier is dat gebeurd. En ik vind dat heel mensonterend om ja, mensen te laten bijna bedelen om te mogen sterven en te moeten blijven aantonen dat ze niet meer kunnen en zo. Dus maar ik weet dat dat gaat over dood en leven en ik weet dat dat supergevoelig ligt. Maar ik vind in bepaalde gevallen dat er wel een versoepeling zou mogen zijn en dat is wel iets dat op dat vlak mag herzien worden. Wat zou de slogan zijn voor jullie politieke partij? Maar ik heb onlangs... Ik ga een stelen. Ik heb er twee. Eén van mezelf en één niet van mezelf. Maar kom, ik hoorde... Heb je al gebrainstormd? Maar ik hoorde dus onlangs... Ik geloof meer in straatwet dan in de wetstraat. Is dat nu niet het mooiste ooit? I love it. En, geef duiding bij deze uitspraak. Ja, want het ding is... Klinkt cool. Ja, hè? Allee, maar het was van een burgemeester van ergens een gehucht. Sorry, als je wilt kan ik straks daar nog de credits van geven. Maar ik weet dus wel niet... Maar, allee, een gehucht, ik bedoel, alle dorpen zijn beautiful. Maar het was wel van... en ik denk dat het van iemand bij de Groenpartij was. Maar mijn probleem dat ik gewoon heb met specifiek politiek in België is gewoon dat we met te veel zijn. En dan is het tijd voor mijn eigen slogan. En dat is gewoon tro is te veel, less is more. Laten we alsjeblieft een kleine doorlichting doen in wat er daar allemaal gebeurt. Want het is een kluwen geworden en we geraken er gewoon niet meer aan uit. Wie bevoegd is voor wat, welke regering bevoegd is voor wat. En niemand snapt het eigenlijk nog. Bert, your turn. Goed, mag ik mij aanzetten bij die slogan? We zijn al met twee. Welkom naar mijn partij. Ja. Je hebt me overtuigd. Ja, nee. Is te veel. Bij mij zou het iets zijn van, ja, doe normaal of zo. Doe allemaal een keer normaal. Omdat ik zoveel... Maar dan in de zin van... Omdat zoveel politici... Allee, er zijn er heel veel dat uitspraken doen dat je denkt van... Maar manneke, je zit hier weer van iets zo klein, iets groot aan het maken, terwijl dat het eigenlijk allemaal... simpel is, het heeft niks met u te maken. Shut up. Ja. Eigenlijk, maar dus gewoon, doe ik je allemaal normaal. Doe eens chill. Doe, allee, kom maar. Of een geluid. Mag dat ook mijn slogan zijn? Zo? Oh. Dat is mijn slogan. Ja, leuk, oh, leuk. Zijn jullie veel bezig met politiek? Bert, kan je beginnen? Antwoord zal misschien korter zijn. Ik heb daar ook over nagedacht, van ben ik daar eigenlijk veel mee bezig? Op de oppervlakte zou ik denken, nee. Mm-hmm. Dat is iets waar... Allee, politiek in de zin van de partijen en al die dingen, nee. Ik heb dat altijd, zoals je daar straks ook al zei, te veel. Ik snap dat niet. Allee, ik snap dat wel, maar dat is... We zijn zo'n klein land, maar we hebben zoveel... Weet je, ik ben eigenlijk wel met politiek bezig, maar dan eerder met Amerikaanse politiek. Kun je dat nu geloven? Maar je hebt er daar ook maar twee. Hè? Je hebt er daar ook maar twee. Ah, wel. Ook al is dat ook niet goed. Hè? Ik ga dat ook al even zeggen. Van, dat is ook geen goed systeem daar in Amerika. Maar twee partijen voor zoveel mensen, klopt ook niet. Hè? Wanneer begon je er... je wel in te verdiepen? Eigenlijk nog niet zo lang geleden. Dat is erg dat ik dat zeg ook, hè, maar eigenlijk nog niet zo lang geleden dat dat gewoon binnen de vriendengroep gewoon meer een onderwerp werd. Omdat dat ook allemaal wat dichter kwam. Hè. We worden ook allemaal volwassener. We stappen ook... Allez, je stopt met studeren, je gaat alleen wonen. In één keer komen zo de topics die in de politiek zitten... Allez, komt dat tot bij u? En dan gaat het over u eigenlijk, over uw geld en over uw huur en alles en al die dingen. Dus dan komt het in één keer dichter. En eigenlijk, ik denk dat het eigenlijk de afgelopen jaren gewoon ook... Het is allemaal wat extremer geworden, hè? In de politiek. Punt. Ja. En daardoor... En als het extremer wordt, dan gaat je er ook sneller over praten, denk ik. Want anders was het allemaal zo wat afgevlakt en zo. Ah ja, oké. Maar nu is het in één keer van... Ah ja, nee, het zijn de uitersten die in één keer het luidst zijn. En waar dat ook het meeste mensen op gaan stemmen. En dan in één keer, ja... draaien die conversaties wel een keer daar rond. Maakt jou dat bang? Bang niet. Nee, eigenlijk niet. Omdat ik wel geloof dat alles uiteindelijk wel terug op zijn plek komt of zo. Allee, dat wil ik hopen. Ik heb het gevoel dat jij dat niet gelooft. Klopt? Maar ik denk dat het leven zo wat bestaat uit cyclussen. En dat we gewoon nu in een cyclus zitten, maar dat dat over zoveel jaar terug... Maar dat is ook effectief. Dat is zo, hè? Je hebt altijd centrum en dan wordt het extremer en dan gaan we weer naar het centrum en wordt het weer extremer. Dat is een constante afwisseling, want eigenlijk is niemand ooit tevreden met hoe het nu is. En dan ga je naar andere dingen kijken en dan zit je daar en dan ga je weer naar het centrum. Exact. Allee, dat is heel duidelijk in ons stemgedrag. Mm-hmm. Jij bent veel bezig met politiek, Anna-Livia. Ja. Je weet niet hoe dat komt. Ja, al van heel jongs af aan. Ja. Ik heb op een vrijnisschool gezeten en daar waren ze enorm mee bezig. Dan moesten wij ook zo verkiezingen naspelen en zo. Dat was heel grappig. Maar natuurlijk nog niet in de kleuterklas. Maar ik was heel snel bezig met politiek, omdat ik mij heel snel existentiële vragen heb gesteld als kind. Wie ben ik? Waarom zijn wij hier op deze bol? Hoe werkt dat? Wie beslist er dat ik naar school moet van zo laat tot zo laat? En ik heb heel veel van die vragen gesteld aan mijn moeder. Ze praat daar heel graag over. Dat ik zo... Maar zo van die mega, dat ze echt zo dacht, oké, Socrates. Lees de partijprogrammaatje voor het slapen. Ja, dat was echt zo van, ja, maar waarom? Allee, dus, en dan heeft zij wel zo heel veel uitgelegd over politiek en zo. Dus eigenlijk komt dat wel enorm van mijn moeder en mijn vader. Ik heb 2 hele core memories. En één daarvan was... En dat vond ik zo bizar, dat wij in de klas moesten spreken over op wie onze ouders stemden. Amai. Raar, hè? En oké, ik vond het dus niet raar, dus ik zei dat gewoon zoals iedereen dat zei. Want mijn ouders waren daar wel open over. Er waren ook kinderen die zeiden van nee. En toen zat ik denk ik in het 4e leerjaar. En toen ging ik naar huis en toen zei mijn moeder... Dus dan ben je 10. Ja, en zei mijn moeder van, maar enfin, dat is niet de bedoeling dat dat daar... En dat was de eerste keer dat ik door had van, stemmen, dat is iets... Dat is zo de olifant in de kamer. En je weet wel, je mocht eigenlijk niet. En de andere was de presidentsverkiezing tussen Sarkozy en Ségolène Royal, omdat dat een vrouw was. Dat was in 2007. Mm. En dan was jij hoe oud? Dan was ik 8. En ik herinner mij nog op onze echt zo hele dikke tv, met echt een klein scherm, dat je dus de 2 kampen zag en dat je dus heel veel vrouwen zag, want dat ging een vrouwelijke president te zijn. Ik was zo van, wauw, stel je voor. Maar dat is dus niet gebeurd. Nee. Maar dat was echt wel een moment dat ik echt aan mijn tv gekluisterd zat. En dan ook, ja, ik zeg het, Ivan De Vadder en Martine Tanghe, dat duo... Core memories. Gewoon tijdens verkiezingsdag zat ik echt de zondag gewoon heel tijd te kijken naar de peilingen. En dat was live tv en zo. Ik keek vroeger ook enorm op naar politici. Enorm. Ik vond dat echt heel speciaal. En nu niet meer. Ja. Ja, ze zijn wel een beetje van een voetstuk gevallen, vind ik. Dat vind ik wel, ja. Als ze dan zo één in een bloembak zie pissen en een andere tegen een combi en schandaal na schandaal en dan... Ja... Het zijn ook maar mensen, hè? Ja, maar ik heb nu... Allee. Ja, dat zijn inderdaad... Maar ja, voilà, ze zijn van een voetstuk gevallen. Ja. Het zijn ook maar mensen, inderdaad. Ja. Ja, en uiteindelijk is dat ook gewoon wat dat ze moeten zijn, hè. Maar je moet dat dan wel doortrekken naar je hele levensstijl. Hoe was jullie eerste keer stemmen? Ik weet nog, toen de eerste keer dat ik ben gaan stemmen, was dat vooral leuk, omdat ik toen terug... dat was in de gemeente en dan kwamen wij iedereen tegen van de lagere school. Dat was eerder zo'n ding van... een leuke dag. Zie, hey, de mama van dingen loopt daar. Dat was gaan stemmen. Niet omdat je eindelijk mocht deelnemen aan de democratie. Wat wist ik dan in het middelbaar? En hoe heb je dan gestemd toen? Toen je er niks van wist, heb je gestemd zoals je ouders? Ik denk dat ik oprecht blanco heb gestemd toen. Erg, hè? Er vallen in monden open. Ja, omdat ik toen... Maar ik dacht van, maar ik weet gewoon te weinig. Ik weet niks. Dus als ik nu een stem ga geven aan iemand, dan kan dat misschien een foute stem zijn en kunnen dat... Maar ik weet dat uiteindelijk blanco stemmen is nooit goed. Nee, ik vind blanco stemmen, ik vind dat wel een soort van signaal, maar ik had het gewoon niet van jou verwacht. Ja, maar toen... Ik was 18 of zo. Ja, meestal. Maar ja, als je mag gaan stemmen. Ja, shut maar ik wist daar niks van. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Van als je gaat stemmen, je moet wel wat weten op wat je stemt. Ja, dat is waar. Ik vind dat ook heel akelig. Dat is normaal, dat is een democratie. Iedereen zijn stem is gelijk waard. Maar bijvoorbeeld de mensen die superhard geïnformeerd zijn over dingen, die echt weten waarover ze praten, dat er al jaren mee bezig zijn, die een bepaalde thematiek echt van binnen en van buiten kennen, die hun stem is evenveel waard als degene die zegt van... ik vind dat stom. Snap je? En dat vind ik al een akelig idee ook. Ja. Hoe zou het er dan wel moeten uitzien, dat systeem? Moeten mensen die geïnformeerd zijn meer gewicht hebben? Dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraken over doen. Dat vind ik echt een superdelicate kwestie. Maar ik vind echt van niet. Oh, vind jij? Ja, ik vind echt Ik vind echt, we zijn hier allemaal samen in. Ik wil dat iedereen gaat gaan stemmen, blanco of niet. Is together. Oh. Nee, maar ik echt waar, omdat ik wil, als er dan iets wordt, een wet, wil ik zeggen, we hebben daarvoor gekozen, hè. We hebben daar allemaal voor gekozen. Oké? Okay? Dus ja, ik ben echt zo van... Ik wil echt al zoveel mogelijk mensen... Ook al is het blanco... Maar uiteindelijk weet je toch dat er coalities gaan gevormd worden. Dus ik heb wel zoiets van... Ja, meestal is er wel voor ieder wat wils. En het is ook niet... En dat is misschien wel een belangrijke... Dat veel first-time voters nog niet goed... doorhebben of zo. Is als ze stemt voor partijen die uiteindelijk niet bij... de regering zullen zitten, dat die ook wel meer gewicht hebben door jouw stem in de oppositie. Dat is ook wel gewoon belangrijk. Ik bedoel, in de oppositie, wie dat er tegen de regering aan het roepen is, dus het idee van mijn stem is volledig genegeerd, is gewoon niet waar, want je hebt altijd wel gewicht in de oppositie daardoor. Mm-hmm. Weten jullie al voor wie jullie gaan stemmen dit jaar? Blank. Ik heb wel een idee, ja. Door de stemtestjes, hè. Mm-hmm. Ik heb ze allemaal gedaan en alles komt op hetzelfde neer. Oké. Okay. En zeg je dat dan ook tegen mensen? Of ben je daar... Ja. Wij hebben allemaal zo in groepen en zo screenshots naar elkaar gestuurd van ben daar. Maar eigenlijk is iedereen ook wat hetzelfde. In jouw vriendengroep. Ja, ga jij hetzelfde stemmen als de eerste keer dat je ging stemmen? Ja, dat weet ik dus nog niet. De eerste keer was ik echt... Je was toen al geïnformeerd? Ja. Van waar haalde je jouw info? Van... Heel veel van het online gedrag van heel veel politici. Dus ja, Twitter en zo. Ik vind dat heel boeiend om te zien hoe dat die soms met elkaar omgaan en zo. Ja. En ja, soms ook wel Villa Politica en zo die dingen. Ik leek zo saai. Maar mee, kom zeg het, de zevende dag. Ja, dat gebeurt. Maar ik bedoel, Tom van Grieken, die daar tegen Bart de Wever zo... Heeft u dat gehoord? Die heeft mij een paljas genoemd. Dat is toch... Zo'n dingen vind ik iconisch. Ja. Jan Jambon die tegen Jos Daas zegt, dat ga jij niet bepalen. Weet je hoeveel mensen dat er aan de dag van vandaag nog quoten? Ja. Dat ga jij niet bepalen. Ik bedoel, eigenlijk... Voilà. Ja. Ja, maar dat is... Ja. Te laat, dat ga jij niet bepalen. Zet die plaat af. Zet die plaat af. We hebben echt wel zo... Of zo, Raoul Hedebo, die daar zit van... Nu zitten jullie met de peuten, NVA. Kom, dat is gewoon popculture. Dat is popculture, ja. Welk thema is voor jullie het belangrijkst? Voor mij, ik ben heel hard uiteraard klimaatgericht, innovatie. Ik ben iemand dat heel hard globaliserend denkt en zo. En heel hard naar de wereld kijkt. En niet super hard gewoon naar mijn dorp alleen. Amai, dat klinkt super... Dorp? Je woont in Brussel, hè? Ja. Maar ik bedoel, maar ik woon nog niet zo lang in Brussel. Ga je in Brussel stemmen? Of ben je... Ja. Ik ben hier... We kunnen samen gaan stemmen. Allee, wanneer is dat stemmen? Oh. 9 juni, FYI. Ja, lol. Nee, want er was nog... Want in oktober moeten we ook, hè? Ja. Maar dan ben ik op reis, sorry. Wat was de vraag nu weer? Wat is de grootste uitdaging? Klimaat vind ik gewoon... Ook al klinkt dat al cliché. En sommige mensen denken direct van... Oh, dus klimaat. Maar ik vind dat wel oprecht van... Hallo, hè, mannetjes. We zien het ook wel gebeuren allemaal, hè? Wat is voor jou het belangrijkste thema, Anna-Livia? Maar ik ben wel onder de indruk van die belastingsdruk. Niet op de manier van dat zo op mij slaat. Ik ben jong en zo. Het is niet dat ik al een vast loon heb waarop ik belast word en zo. Maar ik merk gewoon dat heel veel mensen heel hard verdeelt. Ja, en ik ga werken en kijk hoeveel ze van mij afnemen. En mensen die niet gaan werken, die krijgen zoveel. En die constante discussie, ik heb echt door dat super polariserend is. Dus ik ben zo van, als er iemand iets doet aan die belastingen, dan kunnen we allemaal weer vrienden zijn. Ja. We gaan een spelletje spelen. Oké. Jullie zien daar een rad waar jullie aan gaan mogen draaien. Oh, leuk. En daar zitten bolletjes in met een nummer op. En dat nummertje komt overeen met een kaartje op tafel. Oké. Dat zijn uitspraken. Oh, nee. Van politici of van niet-politici. Je moet raden of dat... Ik heb me hier helemaal gedaan alsof ik het al wist. En nu ga ik dat allemaal verkeerd hebben. Je hebt er al een paar opgenoemd die ik bijna in mijn lijst had gestoken daarnet. Cijfertje 2. Ik neem ontslag zodra ik iemand vind die zo dom is om de baan aan te nemen. Ik zie dat perfect gezegd worden door een politicus. Ja, ik ook. Allee, iemand die zegt van ja, dat is iemand anders vinden. Hè? Ja. Ja, en het is ook wel... Allee, ik weet nog, Yves Leterme, die echt zo met een maagontsteking in het ziekenhuis lag en zo toen hij premier was, back in the days. Toen dacht ik zo, oei, oké, het is misschien wel een zware job. Heftige job. Ja, dus dat is wel... En ik geloof dat wel. Ja. Politicus. Wij zeggen... Politicus. Het is geen politicus. Maar zeg... Het is Elon Musk. Mo. Ja. Tegenwoordig is dat ook al een politicus. Kom. Ja, wel een opinion maker. Ja, wel. Vind ik wel. Die beïnvloedt... Ja, veel van de politiek, hoor. Anna-Livia, jij mag draaien aan het rad. 22. Een boom heeft altijd de functie gehad om gekapt te worden. Gekapt als in gehakt? Joke Schauvliege. Het is juist. Ah! Het is juist! Oeh. En na die uitspraak stond zij bekend als minister van Ontbossing. Juist. Ja. Ja. Joke Schauvliege, CD&V, 2014. Dat is wel even geleden. Amai, dat is inderdaad lang geleden. Nummer 50. Als je de belastingen correct aangeeft, is de helft weg. Dat vind ik gewoon oneerlijk. Ik zie dat nog wel door PvdA gezegd worden. Nou wel. Maar ja, eigenlijk door... Ja. Eigenlijk, nee, dat kan echt overal gezegd worden. Weet je, we hebben altijd al gezegd ja, maar misschien moeten we eens nee zeggen. Politicus of geen politicus? Ja, zeggen nee. Ik zeg geen politicus. Ik zeg ook geen politicus. Jullie hebben gelijk. Yes. Het was Meghan van Temptation Island, die per ongeluk in een podcast heeft toegegeven dat ze haar belastingen niet betaalden. En daar in Dubai... ja. Waarop de fiscus is komen aankloppen. Echt, door die podcast. Ja. Girlie. Mm. Meghan. 52. Ja, dat weten we ook al, denk ik. Ja, dat weten we. For me, it's like the drop in the emmer who is totally full. Ja. Ja, dat is... Ja, onze Theo, hè. Theotje. Ja, klopt, hè. Ja. The drop in the emmer is totally full. Iconisch, hè, weer. Iconisch. Theo Francken, NVA, 2023. Dat dat allemaal kan. Dat is toch loco, eigenlijk. Bert, ga je geen politicus in Make-up Date uitnodigen? Nee, ik weet dat niet. Ik weet niet of ik die mensen wil afschilderen als zo... Want alle mensen die bij mij langskomen bij Make-up Date, ik denk dat iedereen wel zoiets heeft van ah ja, leuke mensen. Maar, en dat is top, maar je kunt niet stemmen op die mensen of zo. Die gaan ook niet het beleid bepalen van het land. Dus ik weet ook niet of ik dan zo mensen heel sympathieker wil laten uitzien in dat programma, terwijl dat eigenlijk die bepaalde standpunten hebben waar ik misschien altijd niet mee eens ben, maar waar misschien ook heel veel kijkers het niet mee eens zijn. Los van mijn standpunten. Dus ik vind dat gevaarlijk. Ik weet het niet. Nee. Dank jullie wel om tot hier te komen. Anna-Livia Smekens en Bert De Kock. Jij bedankt. Merci.